Het is belangrijk om mensen bewust te maken over de mogelijkheden in de diabeteszorg, waarbij er niet alleen gefocust wordt op de behandeling, maar ook op de preventie. Dit was de focus tijdens de open dag van het EFS-college COVAP in verband met de Werelddiabetesdag vandaag. Werelddiabetesdag is geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes wereldwijd en is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor diabetes. Het thema is dit jaar toegang tot diabeteszorg. Joël Ramsoek, medewerker van de afdeling bij- en nascholing van de COVAP, zegt dat tijdens de beurs het publiek geïnformeerd is over het op nahouden van een gezonde leefstijl om de preventie op diabetes te stimuleren. Ramsoek praat ook over een alarmerende toename van diabetes. Een onderzoek uit 2020 heeft uitgewezen dat 1 op de 11 volwassenen diabetes heeft. Nu is dat 1 op de 10. En jammer genoeg is het nog zo dat uit die 1 op de 10 de helft niet weet dat ze diabetes hebben. Ze zijn niet gediagnosticeerd. Dus dat zou dan maken dat het eigenlijk veel meer complicaties met zich meeneemt. Maar ook alle geïnteresseerden om eigenlijk die healthy lifestyle change, de verandering in de leefstijl te brengen om diabetes zo lang mogelijk te voorkomen. En dat is heel belangrijk om een gezond gemeenschap te hebben. We zien dat eigenlijk de grens gedaald is op dit moment in de leeftijd voor het oplopen van diabetes type 2 vooral. En dat komt door onze leefstijl als grootste boosdoener. Aan de open dag hebben diverse bedrijven en organisaties deelgenomen, middels het zichtbaar tentoonstellen van hun producten en diensten gericht op diabeteszorg. De bezoekers van de open dag waren ook in de gelegenheid informatie te vragen over de preventie en behandeling van diabetes mellitus. Ramsoek geeft aan welke informatie vandaag is verstrekt. Verder gaan we kijken naar voeding, gezonde voeding. We gaan kijken naar de nierdialyse en alle aspecten eromheen, omdat dat een van de complicaties zijn die door diabetes wordt veroorzaakt. Ook gaan we kijken naar het pedicure gedeelte, medisch pedicure met name, omdat eigenlijk de mensen die aan diabetes lijden niet zomaar naar een pedicure mogen, maar eigenlijk naar een pedicure met een medische aantekening, diabetes aantekening dan. En we hebben ook nog de fysiotherapeuten, die zullen dan over het bewegen praten. De doelgroep van deze dag waren de studenten van het EFS College COVAP, de leerlingen van de diverse VOJ en VOS scholen in de omgeving van het EFS College COVAP, de zorgverleners van verschillende gezondheidsinstellingen, de verpleegkundigen, specialisten en overige geïnteresseerden. Het blijven onderzoeken van je gezondheid kan ergere ziektes voorkomen.